De nieuwe CARICOM-ambassadeur van Suriname, Chantal Elsenhout, heeft op donderdag 8 november haar geloofsbrieven aangeboden aan de secretaris-generaal van de CARICOM, ambassadeur Irwin Larouk. De aanbieding vond plaats tijdens een korte formele ceremonie op het CARICOM-secretariaat in Georgetown, Guyana. Ambassadeur Elsenhout gaf aan dat Suriname gecommitteerd is aan regionale integratie dat cruciaal is om samen het hoofd te bieden aan de diverse regionale en mondiale uitdagingen. Het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle landen om ervoor te zorgen dat de voordelen van de integratie ook tastbaar zijn voor elke burger. Regionale handel is een belangrijk onderdeel van het integratieproces, waarbij natuurlijke hulpbronnen en het menselijk kapitaal samengebracht worden en op gemeenschappelijke wijze moeten worden ontwikkeld. Suriname zal volgens de ambassadeur ook een voortrekkersrol blijven vervullen in het betrekken en bevorderen van de ontwikkeling van onze jeugd. De secretaris-generaal sprak de hoop uit dat Suriname actief zal participeren in CARIFESTA 2019 op Trinidad en Tobago, gelet op de rijke culturele diversiteit en het potentieel op het gebied van kunst en cultuur. Ambassadeur Elsenhout verzekerde de secretaris-generaal van haar persoonlijke inzet en gaf aan uit te kijken naar een vruchtbare samenwerking. Behalve ambassadeur Elsenhout heeft ook ambassadeur Commissioning van Barbados zijn geloofsbrieven aangeboden.